ruimte voor de Griek. Schrooien weer vrij aan de linkerkant. Joeri Schrooien. Kaars kan dat. En Jansen met de vuist. En dit zijn de mensen die u vooral hoort. Van Keilegom. Goed gedaan door Colijn. Middenveld dan Brittijn niet gevonden. Eunal. Oh, de goede redding van die doelman zeg. Want dat was een schot waar niemand eigenlijk rekening mee hield. Maar het kwam er wel van deze Eunal. Van heel ver. In één keer richting de kruising. Maar daar is de hand van Mantel. Wie geeft hem het laatste zetje? En dan valt hij binnen. Colijn kopt hem binnen. Iedereen misschien wel geregeld heeft of zich geconcentreerd heeft op Seuntjes. Maar deze Simon Colijn, ten koste van een bloedneus, zet hij de Graafschap op 0-1. Schrooien. Kijkt waar ruimte is. Daarbij Marien. Marien en de gelijkmaker. Ja, Alvaro Marien. Zijn derde van dit seizoen. Scoorde ook al in Doetinchem op de Vijverberg. En doet dat hier in Helmond weer. 60% van die goal komt op naam van Joeri Schrooien. Want deze voorzet is panklaar. En dan is het 1-1. Schrooien, dan gaat hij weer. Ludwig, opening aan de andere kant. Van Vlerken, nu een goede voorzet. Van Vlerken, oh, doet het zelf. Ja, dat verrast bijna Thijs Jansen nog. Bram van Vlerken. Het wachten was op de goede voorzet. Van Vlerken dacht, ik doe het zelf. En Jansen moet hem nu pakken. Durft dat niet. Marien. Ja, dan gaat hij er toch in. Hoe is het mogelijk? Jansen twijfelt op de rand van de 16 meter. Moet ik hem nou pakken of moet ik hem koppen? Hij geeft hem daarmee op een presenteerblaadje voor Alvaro Marien. Die zijn tweede van de avond maakt. En vlak voor rust Helmond Sport op een 2-1 voorsprong zet. Alvaro Marien, Jansen, wat doe ik? En dan zit hij uiteindelijk helemaal mis. Giovanni Butte. Kretschmer ruimt op. Fortes naar Butte. Seuntjes. Oh, dit is een kans zeg voor hem. Verdedigende werk van Ludwig. Kaars. Daar is Kaars. Martijn Kaars. Nee. Brittijn. Handig. Ludwig kwijt. Brittijn. Dit is een goede bal op 1-0. 1-0. Och, de Graafschap heeft wel veel kansen nodig hoor zo. Marien, ja, dat is precies goed. Kaars met ruimte. Martijn Kaars, voor hem Schenk. Kaars zelf. Jansen. Seuntjes. 1-0 met de snelle voorzet. Alleen Van Gilst is te laat. Butte, handig. Seuntjes legt hem klaar. Wat een geweldige redding van Mantel op de inzet van 1-0 zeg. Prima uit de lucht in één keer. Maar de redding is fantastisch van de doelman uit Brasschaat. Daar is Butte. Daar is Schenk, daar is de redding van Mantel. Goed gedaan zeg. Kopbal van Sandro Schenk.
over de lat getikt door de doelman. Als Bob Peters nog eens vraagt of er iemand druk kan geven, wordt die bal ingebracht. Van den Einde. Van de Hurk. Botos. Nee, die heeft het niet meer. Botos heeft het nog wel. Hardeman is de bal kwijt. Botos en Kaars ten opzichte van Fortes. Wordt dit de beslissing? Wordt dit de beslissing? Dit is de beslissing. Over en uit voor de Superboeren. Martijn Kaars. Hij scoort dan toch weer. Helmond Sport gaat winnen voor de tweede keer in de historie tegen de Graafschap. Want daar is het eindsignaal. Kaars maakt het af. Zijn 19e in de competitie. De topscorer van de keukenkampioendivisie. Hij beslist hier. Helmond Sport tegen de Graafschap en scoort de 3-1.